Tijdens een jaarlijkse bijeenkomst werden de Almeloze slachtoffers van de Holocaust herdacht. Dat gebeurde in de raadzaal van het stadhuis. Aansluitend werden er 18 nieuwe stolpersteinen gelegd. In totaal liggen er nu 89 van deze gedenkstenen in Almelo. Kort iets over de stolpersteinen. Stolpersteinen worden neergelegd op het trottoir voor de vroegere woonhuizen van mensen die door de nazi's zijn verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven. Deze stolpersteinen herinneren aan Joden, Sinti, Roma, politiek gevangenen, dienstweigeraars, homoseksuelen, Jehovah getuigen en gehandicapten. Het is dus een feit dat de meeste stenen worden gelegd voor Joodse slachtoffers, maar het wil niet zeggen dat het uitsluitend voor Joodse mensen bedoeld is. Overheidsbestuurders en ambtenaren hadden een ijzersterk geloof in het eigen kunnen van de overheid als hoeder van het algemeen belang. Dat volgt ook wel een beetje uit de bevoogdende, de paternalistische bestuurscultuur van die tijd. Bestuurders meenden dat zij degene waren die de situatie het beste konden overzien en dat burgers in hun eigen belang moesten gehoorzamen. 22 jaar. Alex ten Brink. Geboren in 1938, omgekomen op 22 oktober 1942 in Auschwitz. 4 jaar. Judith ten Brink. Dit jaar zijn we gestart in Almelo als eerste gemeente in Twente met een soort kettingbriefactie. Dat betekent wij verkopen een steen, ja, niet echt verkopen natuurlijk, maar wij verkopen een steen aan iemand die daar belangstelling voor heeft. En die verplicht zich gelijktijdig om ook weer twee stenen te gaan verkopen aan een ander. Dus een soort kettingbrief voor stenen. Ik zag dat de eerste verkocht werd aan de burgemeester. Dus die moet maar zien dat hij weer twee mensen vindt die er ook eentje komen. Nou, hij heeft al gezegd, hij kent al iemand. En hij zou inderdaad er twee gaan verkopen. En ik weet heel zeker dat deze actie geld zal opleveren voor de komende jaren. Onlangs gaf Dave Mason een lezing over astrofotografie. Wij van Avisie waren erbij. Maar na afloop hadden we toch nog wel wat vragen. Wat is astrofotografie? Dat is heel complex. Dat is alles wat je kunt fotograferen als je camera naar de sterrenhemel richt. Dat is een mix van fotografie, van sterrenkunde, van wiskunde, van natuurkunde, van computerkunde. En wat mij betreft is het de ultieme uitdaging voor de fotograaf. Ben je altijd geïnteresseerd geweest in sterrenkunde? Nou, eigenlijk niet, nee. Sinds zo'n 2,5 jaar. En dat was naar een sterrenkijkavond van Astrona. Astrona? Wat is Astrona? Astrona is onze lokale astronomieclub. Astronomie Onderwijs Almelo, daar staat het voor. En dat is een klein groepje heel enthousiaste amateur-astronomen. Ik ben een leek, maar wat is een deep sky object? Een deep sky object, dat is bijvoorbeeld een nevel of een stelsel die zich heel veel lichtjaren van de aarde bevindt, die je nauwelijks kunt zien. Maar met behulp van speciale apparatuur en computersoftware kunnen we ze wel fotograferen. Maar wat is een lichtjaar? Een lichtjaar, dat is de afstand die het licht aflegt in één jaar. Met een snelheid van 300.000 km per seconde. Dus 300.000 km maal het aantal seconden in één jaar.
kom je uit op zo'n 9,5 biljoen kilometer. Dus één lichtjaar is 9,5 biljoen kilometer. Heel eind. Kunnen we die stelsels en die nevels ooit bereiken? Nee, dat lijkt me niet. Maar neem het Andromeda-stelsel. Die bevindt zich zo'n 2,5 miljoen lichtjaar van de aarde vandaan. Als wij naartoe zouden willen reizen, met de snelheid van het licht, 300.000 kilometer per seconde, dan hebben we nog altijd 2,5 miljoen jaar voor nodig. En dan moeten we nog terug. Dus dat lijkt me niet, nee. Maak je ook foto's van bekende planeten, zoals Mars of Venus? Nou, met deze apparatuur komen Mars en Venus heel klein op de foto. Maar ik heb wel Jupiter en Saturnus mee kunnen fotograferen. Heb je altijd een onbewolkte hemel nodig om te kunnen fotograferen? Ja, helaas hebben we altijd helder weer nodig. Ja. Soms moeten we weken wachten voordat we een foto kunnen maken. Je moet geen haast hebben met deze hobby. Oké, dankjewel Dave en succes in de toekomst. Dankjewel. Drie Wapenaar maakt sculpturen die gebaseerd zijn op wiskundige figuren. Die worden opgebouwd uit identieke onderdelen.
De vele verstevigingen hebben toch niet kunnen voorkomen dat de handboeien, zoals het werk wel wordt genoemd, eens van hun plaats in het water zijn gerold. Welke andere vormen lijken ook mogelijk? Ik snap de verwarring wel hoor. Ik snap de verwarring. Wie van jullie kijkt allemaal naar The Voice, zeg maar, de echte grote Voice? En alle ouders, wie moeten gedwongen meekijken? Ik zie geen handen, maar ik zie stiekem een paar van die knikjes en lachjes. Ja, daar wel. Ja. Ik heb voor mijn blind audition een eigen liedje mogen zingen, Tears. En ja, lijkt me logisch dat ik dat nu ook nog doe. Ik hoop dat jullie het tof vinden. En als je het kent, mag je meezingen. Zo niet, dan heb ik je niks kwijt. Tiptoeing over landmines falling for the last time, over me, over you. Sunshine is a cold war when love's thrown from a high horse, crushing me, crushing you. Baby, I'm still wounded from the last fight. Tonight the walls are high and I'm scared. Love, please surrender, 'cause my heart is blind and I'm too weak to climb your fears. Erase the picture, save the frame. We've been painting with tickets on the brush, tickets on the brush, and tears only seem to color paint. This picture will never change. No, no, no more painting with tickets on the brush, tickets on the brush, 'cause tears only seem to color paint. Crying rivers on a wildfire only made the flames high, and burning me, burning you. Face it, we're a nightmare. Wake up if you still care about me, about you. Love, please surrender, 'cause my heart is blind and I'm too weak to climb your fears. Erase the picture, save the frame. We've been painting with tickets on the brush, tickets on the brush, and tears only seem to color paint. This picture will never change. No, no, no more painting with tickets on the brush, tickets on the brush, 'cause tears only seem to color paint. Change, no, 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 'cause tears only color.
tiptoeing over landmines, falling for the last time over me, over you. Dank jullie wel. Ayito! Te gek, hè? Ask my love to take a walk, just a walk, a little way. And as we walked, we talked about what would be our wedding day. I asked her if she'd marry me, and my wife forever be. Boring. She only turned her head away and only spoke, nay, 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 nay. I only say that you'll be mine. In no other's arms entwined, down below where the waters flow, down by the banks of the Ohio. I said, what's that? You silly freak. What language is that that you speak? She said, I am of a mixed touch. That is because my mom was Dutch. I only say that you'll be mine. In no other. In no other. Arms entwined. Arms entwined. Down beside. Down beside. Where the water flows. Down by the bank. Down by the bank. The old Ohio. Of the Ohio. Well, because she was such a brutal lady, I struck her ass with my ukulele. She cried, what can I have now? Don't murder me. I'm not prepared for eternity. I only say that you'll be mine, that you'll be mine, in no other arms entwined, arms entwined, down below where the waters flow, down by the bank of the Ohio. I took her by her golden hair, yeah, precis. And I dragged her down to the river. Then I threw her in. And then I watched her floating by. I only say that you'll be mine. In no other arms entwined. Down below. Down by the banks of the Ohio.